kopstootje. Klassieke Hollandse traditie die ontzettend populair aan het worden is. En niet meer dan logisch. Kopstootje is het ideale gezellige moment in de kroeg. En ontzettend lekker met Bolsjenever Barrel Age. Houtrijping op Frans eikenhout, Limousin, geeft deze jenever mooie volle houttonen. Wat naast de moutwijn heerlijk is om te nippen. En een kopstootje is geen kopstootje als hij niet een bolletje heeft, een meniscus zoals we zeggen. Het komt een beetje van onze Hollandse gierigheid. Een glas moet vol zijn. Nou, voller dan dit kan hij niet. Naast het kopstootje, gewoon een lekker glas bier. Er zijn verschillende verhalen over waarom het nou een kopstootje heet. Eén daarvan is, en dat is de enige manier om een kopstootje te drinken. Je mag je handen niet gebruiken, want dan kun je morsen. Handen achter de rug. Je buigt voorover. En een goede slurp. Dat is een kopstootje. Waarom kopstootje? Als je voorover buigt, stoot je wellicht je hoofd tegen het glas. Dat is één van de verhalen van het kopstootje. Niks meer heb je nodig. Kopstootje.